Op een mooie zomerse dag in de Beierse bergen streek ik na een dagje avontuur met twee vrienden neer op een terras in Schönau aan de Königssee. We hadden onze schnitzels op en we hadden net koffie besteld toen iets in de verte mijn aandacht trok. Mijn oog viel op een gebouw bovenop een hoge bergtop. Een soort grijs huis, heel goed gecamoufleerd. Meteen maar even opgezocht wat het was en toen de rekening kwam hadden we ontdekt dat dit het Kehlsteinhaus moest zijn. Het Kehlsteinhaus is een gebouw met een aantal kamers dat bedoeld was als theehuis. Het is toegankelijk via de Obersalzberg bij Berchtesgaden. Een theehuis bovenop een berg is op zichzelf al indrukwekkend, maar wat het nog interessanter maakt, is dat het Kehlsteinhaus gebouwd is voor Adolf Hitler. Het huis staat in het voormalige Führersperrgebied Obersalzberg, oftewel een regio rondom de Obersalzberg die tussen 1933 en 1945 door de nazi's geheel was afgezet en beschermd werd zodat er geen burgers of vijanden konden komen. De mensen die er al woonden werden uitgekocht en moesten verhuizen. Hitler had het gebied namelijk uitgekozen als privéwoonplaats en tweede regeringszetel. In het gebied stonden in de jaren 30 en 40 daarom nog meer kantoren en huizen van de Nationaal-Socialistische regering. En zo werden hier belangrijke en uiterst geheime vergaderingen georganiseerd voor Hitlers kabinet. Voor het Kehlsteinhaus in het bijzonder werd in 1937 begonnen aan de aanleg van de Kehlsteinstraße, de toegangsweg naar de bergtop. De bouw zelf werd georganiseerd door Martin Bormann. Vanwege de hoogte, 1834 meter, een enorm project. Er kwam een weg van ongeveer 7 kilometer lang en het hoogteverschil tussen het begin en het einde bedraagt meer dan 700 meter. Er was ongelooflijk veel mankracht nodig, want er moesten 5 tunnels en een breed platform komen. Dat platform vormt vandaag nog steeds het einde van de Kehlsteinstraße. Als je erg enthousiast wordt van steile hellingen, dan zou je naar het platform kunnen wandelen en klimmen. Daarbij moet wel gezegd worden dat er zelfs in de zomer nog sneeuw op het pad ligt. Naar boven toeren in je eigen wagen is verboden, maar dat is überhaupt ook niet mogelijk. De weg naar het liftplatform is zo smal en zo steil dat je er alleen met speciale bussen moet komen. Om echt bij het huis te komen, werd er een lift gebouwd in de bergtop. Bezoekers stapten dan op het platform uit hun legervoertuigen, liepen door een natuurstenen tunnel bijna 130 meter de berg in en gingen toen met de lift nog eens 124 meter omhoog. Omdat Hitler aan claustrofobie leed, moest de lift zo comfortabel mogelijk worden. Er werden zachte, groene, leren bankjes geplaatst. Er was ventilatie voor frisse lucht en de cabine zelf werd bekleed met glinsterend messing en met grote spiegels uit Venetië, zodat de ruimte groter leek dan hij in werkelijkheid was. Het huis is grotendeels gebouwd van graniet. Het heeft een grote, ronde woonkamer waar de ministers naast een grote marmeren haard koffie of bier konden drinken met een grandioos uitzicht, want de ramen lopen helemaal rond. Het marmer van de schaal was een gift van Mussolini. Afgezien van dit cadeau werden er sowieso kostbare materialen gebruikt. De inrichting moest de bezoekers ook wel een beetje imponeren natuurlijk. Verder is er een werkkamer, een eetzaal, een uitgebreide keuken en een kleinere kamer met een panorama-uitzicht. En een beetje weggewerkt is er nog een aantal tussenruimten, destijds bedoeld voor het personeel en de bewakers. En tenslotte is er een machinekamer voor de lift, waar ook een noodaggregaat staat voor wanneer de stroom zou uitvallen op de berg. Deze is tot op de dag van vandaag gekoppeld aan een dieselmotor van een onderzeeër. De uitvoerende architect was, hoe kan het ook anders, Albert Speer. Het kostte 4000 arbeiders 13 maanden om de weg en het huis te voltooien.
De arbeiders en bouwexperts kwamen uit Duitsland zelf, maar later ook uit Italië en Tsjechië. De kosten voor het hele project worden geschat op ongeveer 30 miljoen Reichsmark. Omgerekend naar moderne valuta komt dat neer op zo'n 132 miljoen euro. De bijnaam van het Kilsteinhaus is het Adelaarsnest. En het is natuurlijk niet moeilijk te raden waar die naam vandaan komt. Ondanks de grote moeite die in het project gestoken was, verbleef Hitler hier slechts een paar keer. Naast claustrofobie had hij namelijk ook hoogtevrees en de ijle berglucht beviel hem ook niet zo goed. Bovendien was hij bang voor aanslagen op de lift of op het huis zelf. Het huis werd wel vaak bezocht door de ministers en nauwe kennissen van Hitler en ook Eva Braun en haar zus Gretel kwamen er graag. Op 25 april 1945 werd Hitlers angst werkelijkheid. De Obersalzberg werd gebombardeerd door een Britse Lancaster-bommenwerper, maar het Kilsteinhaus bleef onbeschadigd. Wel werden er andere gebouwen vernietigd, waaronder een iets lager gelegen woning die door Hitler als zomerhuis gebruikt werd. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd het voormalige Führersperrgebied gecontroleerd door de Amerikanen. Dat duurde tot 1996 en sindsdien is de hele Obersalzberg vrijgegeven en kun je er dus ook wandelen en bergbeklimmen. Het Kilsteinhaus zelf en het liftplatform werden in 1948 al overgedragen aan het Bundesland Bayern. Lange tijd was het onduidelijk wat er met het huis ging gebeuren. De regering wilde natuurlijk voorkomen dat het huis een bedevaartsoord voor nazi-sympathisanten werd. Er werd nagedacht over een volledige sloop van de bebouwing op de Obersalzberg, maar eind jaren 50 werd toch besloten om het gebouw als erfgoed te beschouwen. Het werd verpacht aan de Beierse Alpenvereniging en toerisme werd toegestaan onder voorwaarde dat dit het algemeen nut bleef dienen en een educatief doel zou houden. Tegenwoordig is er onderaan de berg, waar je je eigen auto moet parkeren, een informatiecentrum waar je meer te weten kunt komen over het voormalige Führersperrgebied. In het Kilsteinhaus kun je alle kamers en gangen bekijken en doordat het restaurant nog altijd operationeel is, kun je er iets te eten of te drinken bestellen. Ik heb er zelf een kopje koffie gedronken in de woonkamer, bij de marmeren schouw in de buurt. En ik kon toch niet voorkomen dat ik er een beetje een dubieus gevoel van kreeg. In de discussies over wat er met het huis moest gebeuren na de oorlog, kwam Karl Theodor Jakob, de gezagvoerder van het district Berchtesgaden, met een uniek argument om het huis tot een toeristische attractie te maken. Hij zei het volgende. Ich habe immer wieder gesagt, da schenken wir Münchner Hofbräubier aus und da kommt schon keine weihevolle Stimmung auf. Oftewel, zolang we er slecht bier schenken, zal er op de plek geen feeststemming ontstaan. Voor historici en voor liefhebbers van het berglandschap is een bezoek aan het Kilsteinhaus in ieder geval een hele aparte ervaring.